Breda Nu. Breda in Beweging wordt mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Goeiedag, ik ben Jort. De kans is groot dat u deze weken meer thuis zit dan gebruikelijk en minder beweegt. Het is bekend dat op het moment dat we minder bewegen, onze spierkracht en conditie sneller achteruit gaan. En daarom is het van belang om nu in beweging te komen. Wij gaan u daarbij helpen door u dagelijks een beweegprogramma aan te bieden. Dit programma zullen wij u laten zien vanaf 11 uur, meerdere keren op een dag. Gaan de oefeningen niet zoals het moet of vindt u ze moeilijk? Dat maakt niet uit. Doe gewoon wat u kunt. Ga er niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Heel veel succes en vooral veel plezier. Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe workout van Breda in Beweging. Ik ben Davy. Ik heb hier Megan, die zal vandaag de moeilijkere variant laten zien. En Ilse, de makkelijkere variant. Wat we vandaag nodig hebben, is alleen eigenlijk een flesje water of een stoel voor de veiligheid. De workout ziet er als volgt uit. We gaan beginnen met een warming-up. Daarna volgt een kern en een cooling-down. De eerste oefening van de warming-up is gaan de elleboog en de knie aantikken, alternerend. Iedere keer dat we een oefening hebben gedaan, gaan we even stappen op de plaats zodat we in beweging blijven en lekker warm blijven. Maar over 3 seconden gaan we de eerste oefening doen. 3, 2, 1 en start. De makkelijkere variant is 15 seconden het ene been, 15 seconden het andere been. Hou vol. Nog 10 seconden, kom op. Je mag het wat voelen in je bovenbenen, die kunnen wat gaan branden. Dat is allemaal goed. Hou je erom. Mooi rechtop. Nog 3, 2, 1. En we gaan weer stappen op de plaats. De volgende oefening. Je gaat staan. In dit geval met links eerst. En dan ga je met rechts ga je uitstoten. Daar gaan we. 3, 2, 1, go! Als het makkelijk is voor je, kan je tempo wat omhoog gooien. Yes, en we gaan wisselen van been. Dus de andere arm stoot nu uit. Hou vol. 3, 2, 1, en we stappen. Als het goed is, zijn jullie lekker warm aan het worden. We gaan zo meteen dit rondje nog een keer herhalen. Dus we starten weer met de elleboog naar de knieën te halen. Yes, kom maar mee. Dit gaan we 30 seconden vol. De hartslag gaat wat omhoog. Dat is ook de bedoeling. 15 seconden, kom op. Het gaat hartstikke goed. Nog 10, hou vol. Nog 5, 3, 2, 1. En weer even stappen. De tweede oefening was de uitvalspas. Kom, mooi rechtop en je moet je balans houden. 3, 2, 1 en go. Als het wel lastig is om zonder steun te doen, dan kan je het altijd mooi met een stoel doen. Hou vol, nog 20 seconden. Nog 10, kom op. Het mag even wat gaan veranderen in je bovenbenen. 3, 2,
en weer bijstappen. De laatste oefening van de warm-up was naar voren en uitstoten met de andere arm. Gaan we zo meteen beginnen over 5 seconden. 3, 2, 1 en go! Je mag je tempo dan wat gaan opvoeren. Hou vol, 20 seconden. Over 5 seconden gaan we wisselen van arm. Yes, wissel van been. Andere arm stoot niet uit, kom op. Nog 10 seconden, hou vol. Nog 5. 3, 2, 1. En we stappen op de plaats. Dit was de warming-up. De eerste oefening van de kern. Gaan we een beetje dynamisch maken. Dus ga uitstappen naar rechts. En één been optillen. Twee stapjes naar links. En been optillen. Yes, komt u maar mee. Mekka doet het wat sneller. Zo haal je de intensiteit wat omhoog. En je kan het ook uitvoeren met een steun. Hou vol, nog 10 seconden. Kom op. Ook een stukje balans. Dus een oefening voor 2 in 1. Yes, en we gaan weer stappen op de plaats. Zo meteen gaan we een leuk vierkantje springen. We gaan eerst naar voren, dan naar de zijkant, naar achter en naar de andere zijkant. 3, 2, 1, go! Je hoeft niet per se te springen, je kan ook gewoon stappen. Hou het op, nog 15 seconden. Kom op. Gaat super goed. Hou het op, nog 5. 3, 2, 1. En weer stappen. We gaan zo meteen een oefening doen voor de kuiten. De benen staan op heupbreedte en je gaat op je tenen staan. Je kan ook met een flesje water. 3, 2, 1, go! Je voelt je kuit wat branden. Dat betekent dat ze aan het werk zijn, dus dat is goed. Nog 10 seconden, hou vol. Nog 5. Kom, kom op. 3, 2, 1. 1 en rust. We gaan nu oefeningen voor de buik doen. De eerste oefening is de plank. Dus je mag gewoon zo staan en je staat als een plank. Span je buikspieren aan. Megan zal dit doen met van hoog naar laag. En Ilse gaat het op de stoel doen. 3, 2, 1, go! Hou vol, kom op, nog 10 seconden. Hou vast. Ook dit hou je er een beetje vast bovenin en dan rustig terug. Maar je doet het ook.
ook nog maar één been. Of gewoon vanuit de stoel, want dan gebruik je dezelfde spieren. Yes. En rustig terug. Mogen we even komen stappen op de plaats. En omhoog komen. Dan gaan we beginnen met de cooling down. Je kruist je benen, in dit geval links. En dan ga je rustig naar beneden hangen. En dan voel je rek op de achterkant van je bovenbeen. Yes, en even wisselen van de been. Je voelt je hartslag weer wat naar beneden gaan. Yes, en rustig omhoog komen. We gaan nu de schouders. De eerste 15 seconden gaan we lekker achterwaarts. En de tweede 15 seconden gaan we voorwaarts. We beginnen met achterwaarts. Yes, en ga naar voorwaarts. Dan kunnen de schouders ook wat ontspannen. Breda en Beweging werd mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Breda Nu.